met een Drentse favorieten zoals om me heen hier al verteld wordt. En zing. En dan hebben we met die namen natuurlijk... Mooie koers. Het deelnemersveld is heel sterk. We hebben een sterk team en we gaan er gewoon voor. Het is de eerste keer dat ik deze koers rijd, dus ik ben wel benieuwd. Het staat wel wind. Het zal wel een snelle koers worden. Dus ik hoop op een sprint en dan hoop ik mijn snelle benen te tonen. Ik denk dat we gewoon moeten koersen zoals altijd en gewoon meezitten. En als het een sprint wordt, dan weten we ook wat we moeten doen. Ja, gewoon in de wedstrijd zijn. Ja, ik heb hier vorig jaar de wereldbeker gereden. En de dag nadien ook. En toen werd ik vierde. Dus ik heb wel mooie herinneringen aan deze streek. De topcompetitie is natuurlijk een supergoed initiatief. En ik denk als je goed in het klassement staat, dat is zeker wel waard om ervoor te gaan. Het is een hele mooie competitie. Het was voor mij geen ideale kopgroep met Bronzini erbij en ik heb gewoon meegereden om de groep draaiend te houden. Ik dacht, nou, ze moeten van achter niet van mijn draaibank en Boel staat er niet bij, dus dat was wel even goed dat die aan het werk konden. En ik denk, hou de groep draaiend en probeer mijn benen te sparen en in de laatste 5 kilometer aan te vallen. En hoe rij je dan die finale? Want dan ga je dus aanvallen? Ja, alles of niks. En, ik viel een keer aan, in ieder geval iemand viel aan, dan ging ik overheen. Maar ja, er zat elke keer Scandalaris ook op mijn wiel en die neemt dan niet over. Dus dat is dan niet het gelukkige. En dat is Bronzini de lachende derde. En nu is ze de lachende eerste. Dus ik probeerde zelf nog een keer eroverheen te knallen. Ging nog Amerikaanse, probeerde ik eroverheen. Maar hij zat toch elke keer in mijn wiel en dat is lastig. En toen dacht ik nog op het laatst, alles of niks als ik gek door die laatste twee bochten. Want dit is nog mijn kans. Als je misschien een gaatje hebt. En het duurde nog even voor ze erin kwamen. Maar ik wist eigenlijk dat het wel heel moeilijk zou zijn als zij ook die bocht nam. Van deze wedstrijd. Met Giorgia Bronzini.